dit moment is, ligt er een raming dat er ongeveer voor 15 miljoen euro aan vuurwerk nog onder de importeurs zitten. Onder de DTS'en zit ook nog behoorlijke voorraden los vuurwerk, wat uit dozen gepakt is. Er liggen voorraden van een paar jaar. Waar gaan we ermee naartoe? Kijk erover en zeg ja, dat is ondernemersrisico. Dan komen we uiteindelijk weer terug. Kijk, want de grenzen zijn open. Een particulier die graag een wenspijl wil hebben of een normale vuurpijlenpakket, die gaat hem toch in het buitenland kopen. Die grenzen zijn niet, dat blijkt nu wel. Ik bedoel, waarom komt er zoveel illegaal vuurwerk over de grens? Er is geen controle erop. Een uitloop van een minimaal een jaar en een goede compensatie daarvoor. Dat is de oplossing.